Nadat trainer Rondegoot een winstreeks van 5 duels neerzette met NEC, zijn de play-offs alsnog veilig gesteld. De Nijmegenaren kunnen, als alles mee zit, zelfs nog in de tweede ronde instromen. Rondegoot en Matthias Bossaerts blikken vooruit. Ron, is het een voordeel of een nadeel dat je eigenlijk al weet dat je de play-offs ingaat in voorbereiding naar die wedstrijd tegen MVV? Ja, we zijn blij dat we het gehaald hebben natuurlijk. Dat is wat dat betreft wel een voordeel. Ben je sowieso zeker van de play-offs. Alleen je moet die laatste wedstrijd wel goed afsluiten. Want je kunt zomaar vijfde of zesde worden. Dat betekent dat je de eerste ronde vrij bent. En daar gaan we voor spelen. Ben je wel afhankelijk van andere resultaten, van andere velden. Maar goed, we voetballen uiteraard voor de winst. Maar die kans is niet heel groot. Ga je er wel vanuit? Of zet je ook al in op van die tweede ronde is ook al best een prestatie? Nee, kijk, op het moment dat je play-off speelt wil je hem ook winnen natuurlijk. Je moet niet voor spek en bonen mee gaan doen, want dan heeft de hemel geen waarde. Kijk, we moeten morgen winnen en alles wat op de andere velden gebeurt in ons voordeel, dat is meegenomen. Niet meer en niet minder. Maar goed, je zegt je moet winnen, dan heb je een goede reeks. Veel wedstrijden gewonnen. Dit is op papier, als je kijkt naar de resultaten, het beste NEC van dit seizoen. Zie je dat ook op het veld terug? Ja, ik denk wel dat we iets beter in ons veld zitten als 5 wedstrijden geleden natuurlijk, toen we starten. Tegen Twente hebben we op zich wel een aardige wedstrijd neergezet. Sowieso qua resultaat. Veldspel kan altijd wel wat beter. We hebben op zich niet al te veel weggegeven. Alleen vlak voor die 1-0 die wij maakten, kregen we nog een goede kans. Kan het ook zomaar 0-1 worden. Maar goed, qua resultaten mogen we zeer zeker tevreden zijn. Dan lijkt me geen reden om te wisselen in je basis zelf? Nee, dus zelfs alles zullen starten morgen. Dus wat dat betreft geen reden. Je bent al geplaatst voor de play-offs. Waar speel je nou nog voor? Om nog een hogere plekje in de rangschik. Ja. Het hangt er ook een beetje vanaf wat Den Bosch, Go Ahead en zo doet in de ploegen voor ons. Maar ik denk, we moeten gewoon voor de 3 punten gaan. En in het beste geval slagen we de eerste ronde over, denk ik. Dus het zou alleen maar mooi zijn, ja. Na het ontslag van de trainer werd er gezegd van je moet nou alles winnen om nog een plek in de play-offs. Dat is gelukt. Verwacht je dat dan in die periode? Ja, nee, kijk, we moesten er gewoon elke week alles aan doen. En, of het nu met mooi voetbal was of met lelijk voetbal, de punten waren het belangrijkste. En, ik weet, het voetbal was niet altijd even mooi om aan te zien. Maar ik denk als we 15 op 15 hadden, dat je even niet misschien naar het voetbal moet kijken, maar gewoon naar de punten. En als we deze lijn kunnen doortrekken richting de play-offs, dan waarom niet? De laatste competitiewedstrijd tegen MVV is komende vrijdag om 8 uur live te volgen via rn7.nl, de radio en de app.